Ik sta hier met Paolo Sistilli en Ellen Schippers, allebei kunstenaars. Wat voor beurs staan we hier nu? We staan hier op de Amsterdam International Art Fair, die hier voor de eerste keer gehouden wordt in de beurs van Berlage. Wij zijn alle twee kunstenaars van Art Heerenveen. En dat is de galerie die hier achter ons zit. De galerie die is oorspronkelijk opgezet door Olena Davidovic en met haar man Francesco. En zij runnen samen de galerie in Heerenveen. Mensen die jou een beetje kennen, die denken dan gelijk aan je bijzondere kleding. Wat was dat ook weer? Ja, dat is ook iets waar ik me mee bezig hou, met het ontwerpen en maken van kleding. Maar ik ben ook al heel lang bezig met het maken van kunst, met performances. En sinds een aantal jaren met het maken van foto's, video's en installaties. En wat je hier achter je ziet, er zijn twee foto's van mij te zien. Uit mijn nieuwe serie Verstild Verlangen. En een videotriptiek van Sherazade uit mijn vorige tentoonstelling. Nou is fotografie een heel ander medium dan waar dat je zeg maar mee bent begonnen. Kleding is sowieso 3D. Was het wennen? Nou niet echt, omdat ik ook al heel lang bezig ben geweest met performances in theater uitvoeren. En dan werk je met professionele performers, met dansers, memespelers. Ik maakte altijd een verhaal en dat is wat ik nu ook doe in mijn foto's. Ik film nu mijn performances. Daar haal ik de stills uit en dat is de basis van mijn foto. Dus in wezen is het niet een echt ander proces. Nou ben je in al je werk bezig het beeld wat er over vrouwen ontstaat en het zelfbeeld van vrouwen. Is dat ook te zien in je fotografie? Jazeker. Ik vind het heel belangrijk dat er een ander beeld van vrouwen wordt weergegeven. Vrouwen zijn meestal, weergegeven aan de buitenkant. Het uiterlijk van vrouwen is ontzettend belangrijk. En daar worden ze eigenlijk altijd op beoordeeld. En ik wil juist graag de binnenkant van vrouwen laten zien. Wat ze beweegt, wat ze voelen, ja, hun verlangen. Dus eigenlijk zeg maar meer de binnenkant van de vrouw. Dat is wat ik in mijn werk wil laten zien. Dat zie je naar mijn idee ook heel goed. In mijn nieuwe serie die ik gemaakt heb over vrouwen ook. Ja, eigenlijk gaat al mijn werk over vrouwen. Ja. De vrouwen die op je foto's die zijn wazig. Hoe kun je het best omschrijven? Nou, ik hou zelf heel erg van een mysterieuze sfeer. Dat er iets te raden is. Dat je niet meteen duidelijk is. Dus ik hou niet van overduidelijke beelden. Ik hou van mysterie. Dat je mensen eigenlijk gewoon vaker moeten kijken naar een beeld om te zien wat het is. Bij mijn foto's bijvoorbeeld denken ze altijd dat het een schilderij is. Pas als ze dichterbij komen zien ze dat het een foto is. Maar in eerste instantie lijkt het een schilderij. Het ziet er ook heel schilderachtig uit. En datzelfde is eigenlijk ook met dat drieluik. Ik hoorde gisteren van een bezoeker dat hij dacht dat het een schilderij was. En toen ineens zag hij dat het bewoog, dat er beweging in zat. Dus dat het dus een video is. Ik vind het heel belangrijk om dat soort elementen in mijn werk te doen. Om mensen te verrassen, om ze op andere gedachten te brengen. Het is geen schilderij, het is een foto, het is geen stilstaand beeld, het beweegt. Waardoor je mensen veel sneller trekt in wat je maakt, omdat ze er dan ook over na gaan denken waar je mee bezig bent en wat het is, wat ze zien. Omdat ze vaak heel snel en vluchtig kijken en snel voorbij lopen ook. Ja. U maakt hele andere kunst. Kunt u daar iets over vertellen? Ik ben bezig daar verschillende jaren onderzoek over tempo, onderzoek over communicatie en onderzoek over archeologie van de communicatie. Alles is geweest. Belangrijk, na een tijd vervagen, veranderen, gaan voorbij. En dit is een beetje het thema van mijn werk. Ik zoek bepaalde symbolen. En een van de symbolen is de Uruboro, dus een cirkel. Dus twee slanke, of de slanke beten eigen starten. Is niet anders de symbolen van cycliciteit van de tijd. Alles draaien. Nou, wij willen een beetje positief blijven. Dus iedere keer draaien moet verbetering in de ritme en de onderzoeken. Ik werk met een bijzondere techniek en bijna niemand meer gebruikt, is de encaustiek. Dus kleur, pigmenten, gebonden aan de bijenwas. Bijenwas is een natuurproduct
worden opgelost met bepaalde media. En heeft de mogelijkheid van mijn werk transparant te krijgen. Dus alle schilderijen zijn verschillend laag, één boven ander, en geven een bijzonder idee, een bijzonder gevoel, en is de basis van mijn missie, van mijn idee van kunst. Ik ben nu de verschillende jaren bezig, met ottimi risultati, zal in Italiaans zeggen, en ik ben blij voor mijn werk. Ik ga verder met mijn werk. Waar bent u oorspronkelijk eigenlijk mee begonnen? Ik heb een architectuuropleiding achter de rug, maar ik heb een kunstacademie. En hier in Nederland gedaan, in Utrecht, goede jaren natuurlijk. En ik ben verder bijna professioneel, ik professioneel altijd gewerkt met mijn werk. In Nederland, in Duitsland, in Italië, waar kan ik mijn expositie kantonen.